Want Klein-Brabant, dat is een diamant in de gouden driehoek. Ja, dat zit er tussen Antwerpen, Brussel en Gent. Dat is hier een fantastische streek, met fantastische politici. En we hebben heel veel mogelijkheden. En het is dat verhaal dat we willen brengen. Zeker vast ook naar de jongeren, want we willen een nieuwe schoen teweeg brengen. Ja, 200 jaar geleden sprak men van een industriële revolutie. Nu zijn we volop bezig met een digitale revolutie. En we zitten nog maar aan het begin, dat moet duidelijk zijn. We zitten nog maar in het begin van de digitale revolutie. Dus het gaat allemaal nog veel sneller gaan. Maar pak het zelf in handen, dat is waar de VLD voor staat. Wij geloven in iedereen, iedereen heeft zijn talenten. Ga er gewoon voor en probeer ondernemerschap uit te bouwen met veel, veel minder betutteling. Daar ga ik om. Maar het is in elk geval het is een samenstelling en een samenwerking van drie afdelingen om eigenlijk samen sterker te maken. En inderdaad, eer wie eer toekomt, is Roel die al een aantal jaar bij ons actief is, maar die toch wel de drijvende kracht is achter vanavond om te zeggen, laat ons onze krachten bundelen en laat ons allemaal samen veel meer nog samenwerken. En laat ons vooral als politieke partij gewoon dat voorbeeld geven. Want men zegt altijd woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Ik zou zeggen, drink er nog een glas op, maar vergeet toch ook niet morgen aan de campagne te beginnen. En vooral hier aan de opstart van Open VLD Klein-Brabant. Want alleen op die manier leggen we een goede basis. Dank u.